In 1949 komt na een jarenlange strijd uiteindelijk de Communistische Partij in China aan de macht. Ze staan onder leiding van Mao Zedong. En daarmee begint er een nieuwe periode in de Chinese geschiedenis. En ook een nieuwe periode in deze historische context met de derde deelvraag die je hier ziet staan. En die deelvraag die gaat over de periode 1949 tot 2001. En dat is dus tijdvak 10. Maar als we naar de kenmerken en aspecten kijken, die bij deze deelvraag horen volgens samenmakers, dan zien we dat er ook kenmerken en aspecten uit tijdvak 9 en zelfs een uit tijdvak 8 voorbij komt. En dat komt omdat die tijdvakken en die kenmerken en aspecten echt een westerse indeling van de geschiedenis is. En in China vonden deze ontwikkelingen dus ook plaats, of speelden deze kenmerken en aspecten ook een rol, alleen dan dus op een later moment. China industrialiseerde bijvoorbeeld later dan de meeste westerse landen dat deden. Maar goed. Eerst even terug naar 1949. De Chinese Communistische Partij, de CCP, is aan de macht. En wat gaan zij eens doen? Na al die jaren van onrust en, en uh, burgeroorlog en die Japanse bezetting herstellen ze uiteindelijk het centrale gezag in China en verminderen ze de buitenlandse invloed. Die wordt echt zoveel mogelijk geweerd. Al die concessies en die verdragshavens, waar die buitenlandse landen zoveel invloed hadden, dat wordt allemaal één voor één opgegeven. En er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen. En dat is Hongkong. Dat blijft een, uh, een Britse stad, dat blijft Brits gebied. En dat zie je hier ook. Hè. Je ziet daar die typische uh, Engelse dubbeldekkers zie je daar rondrijden op die foto. Terwijl we hier toch echt in Hongkong zitten. En ook Macau, dat ligt ook aan de kust, net als Hongkong. Dat is in Portugese handen en dat blijft ook in Portugese handen. En dat zie je ook bijvoorbeeld ook terug in de architectuur van Macau. Hier zitten we in het centrum van de stad. Ja, dat is veel meer uh, die, 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 die Portugese en die mediterrane bouwstijl. Het is niet echt typisch Chinees. Maar voor de rest wordt de buitenlandse invloed dus zoveel mogelijk geweerd. De westerse landen en Japan die moeten hun bezittingen en hun aanspraken in China echt allemaal opgeven. Uitzondering dus Hongkong en Macau. Oké, okay, en wat wil de Chinese Communistische Partij nou verder? Nee, die willen China verder communistisch maken. En een belangrijk communistisch begrip, wat die CCP dus ook propageert, dat is de zogenaamde klassenstrijd. Het idee dat er uh, verschillende klassen zijn in een samenleving, een heersende rijke klasse en een arme onderdrukte klasse, die samen strijden om de productiemiddelen. Hè. Van wie zijn die nu eigenlijk? De fabrieken, de landbouwgrond, de machines en dergelijke. En in het idee van de communisten en in het idee van Karl Marx dus ook, was het altijd zo geweest dat die productiemiddelen die waren in handen van die heersende klasse, die buiten die onderdrukte klasse heel erg uit, het verschil tussen rijk en arm zou alleen maar groter worden en op een gegeven moment zou die onderdrukte klasse dat niet meer pikken en zouden dus ze in opstand komen met een gewelddadige revolutie, uh, de macht overnemen en dus de uh, productiemiddelen van iedereen maken. Nou, de communisten waren natuurlijk al aan de macht in China en die revolutie was bij wijze van spreken al geweest. Maar uh, in hun propaganda en in hun boodschap naar de bevolking toe, het was vooral toch een uh, overgrote deel, echt een arme bevolking van China, zeiden ze nog steeds van ja wij komen op voor jullie, hè, voor de arme boeren, voor de arme arbeiders en wij gaan het beter maken voor jullie allemaal. Dus door maar steeds die klassenstrijd te blijven benadrukken probeerden ze de steun van een groot deel van de Chinese bevolking te krijgen. Ja, het bleef natuurlijk niet alleen bij woorden, er kwamen ook daden bij kijken. De communistische partij die hervormde een aantal dingen. Eén uh, ding was bijvoorbeeld dat de landbouwgrond die werd herverdeeld. Ook armere boeren die kregen nou een stukje grond ten koste van de rijke grootgrondbezitters. Ja, en tegelijkertijd moest natuurlijk ook de welvaart, maar ook moest de economie gaan groeien. En daarbij nam China de Sovjet-Unie als voorbeeld en werd de landbouw en de industrie ook heel erg gemoderniseerd. Er werden vanuit de staat allemaal plannen ontwikkeld... Om dat snel te moderniseren. En een van de belangrijkste plannen daarvan was de zogenaamde grote sprong voorwaarts, en daar zullen we in de volgende video naar gaan kijken.